Die andere mensen die vandaag zeggen dat jij niet succesvol kunt worden, dat jij geen business kunt starten, dat jij niet meer en beter kunt krijgen in je leven, die mensen gaan je rekeningen niet betalen. Ik ben geen internetondernemer. Hoe kun je onderscheiden van de rest? Want soms moet je obstakels overwinnen. Hey, mijn naam is Kjell Fruitier, oprichter van Excuus en mijn missie is 1 miljoen mensen hun leven te veranderen en dat begint met dat van u en dit heeft mij rijk gemaakt. En dit is misschien niet het advies dat jij wilt horen, maar wel het advies dat mijn leven compleet veranderd heeft. En dat is dat je nooit moet luisteren naar de mensen rondom je. Luister naar de mensen die succesvol zijn, mensen die rijk zijn. Wij mensen, we zijn heel goed in het aannemen van advies. Maar wie zijn de mensen die ons advies geven? Luister niet naar de banken, luister niet naar je omgeving, luister niet naar de mensen die dat evenveel geld verdienen als u, over hoe dat jij meer geld gaat verdienen, want die mensen hebben de code voor zichzelf nog niet gekraakt. Laat staan dat jij gaat luisteren naar die mensen en daardoor beslissingen gaat nemen die dat je eigenlijk niet had moeten nemen of beslissingen en keuzes en opportuniteiten laat liggen. Laat me u vertellen dat op een bepaald moment, met excuus, mijn educatiebedrijf, we waren genomineerd geweest voor starter van het jaar en we moesten onze pitch doen. En we deden onze pitch en een bankdirecteur van zei letterlijk, dit is een too good to be true verhaal. Dit is een sprookje, een Robin Hood verhaal. En ik dacht bij mijn eigen, wat is dit voor nonsens? Wilt u in dat ik op dat moment zou geluisterd hebben naar die mens en dat die mijn geloofsovertuigingen, de geloofsovertuigingen van die persoon, dat die gereflecteerd waren op mij en dat ik daardoor gezegd had, ja, misschien is het wel allemaal too good to be true en misschien moet ik ermee stoppen. Dan had ik vandaag niet een impact kunnen maken dat ik vandaag mag. Dan had ik vandaag ook niet dit leven kunnen hebben, omdat ik mijn keuzes zou laten hebben bepaald door iemand met beperkte geloofsovertuigingen. Dus als het advies dat ik u wil meegeven is, laat u niet beperken tot wat andere mensen denken of zeggen over u. Niet beperken. Jij maakt uw keuzes, maak uw eigen beslissingen. Wat aan mij opgevallen is, is dat wanneer ik ben gaan reflecteren en gaan kijken naar alle mensen die klagen en zagen en elke dag eigenlijk hetzelfde leven leven, is iedereen doet hetzelfde. Iedereen heeft hetzelfde leventje. En op het eind van de rit kijken ze terug op een leven van spijt en dat was niet wat ik wilde. Wat deed iedereen? Elke dag opstaan, elke dag klagen en zagen, elke dag diezelfde rush naar kinderen naar school brengen, elke dag naar hun werk, net op tijd om net hopelijk genoeg tijd te hebben om een koffie te kunnen drinken, elke dag die sleuren op dat werk, niet graag doen wat ze vandaag aan het doen zijn, terugkomen, was de plas en al de zaken die erbij komen kijken om dan uitgeput gewoon in bed te liggen of naar televisie te kijken. Ik dacht bij mezelf, dat is niet wat ik wil. Dat is niet het leven dat ik voor ogen heb. Het is letterlijk het traditionele leven dat u zodanig geprogrammeerd wordt en zodanig in uw hoofd geburgerd wordt dat dit het leven is. Maar dat is het niet. En dus wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken naar al de mensen. Wat doet de meerderheid van de mensen, 90-95% van de mensen, wat doen zij? En ik heb letterlijk het omgekeerde gedaan. Ik heb besloten om niet te doen wat de massa deed. Ik heb besloten om een andere weg in te gaan. Ik ben gaan kijken, ik ben gaan bestuderen wat de meest succesvolle mensen deden. En de meest succesvolle mensen zijn niet de mensen die elke dag de dag in een rush starten. Maar dat zijn de mensen die de dag starten met meditatie, educatie, dankbaarheid en sporten. Dus ik ben vroeger beginnen opstaan. Ik ben vroeger beginnen opstaan zodat ik meer tijd had. Rustig kon ontwaken, rustig kon opstaan, boeken kon lezen, meer tijd had in mijn dagen. En een van de sterktes die dat wij hebben, is dat we nooit geluisterd hebben naar de opinies en de meningen van anderen. Als je advies vraagt aan andere mensen en jij zegt, wat zou jij doen, A of B? En die persoon zegt B en jij gaat voor B omdat jij je eigen gevoel niet volgt. En je gaat voor B en die B, die keuze, blijkt de verkeerde keuze te zijn, dan zijn wij mensen degene die gaan zeggen, ja, maar dit is uw fout. Wij durven zelf geen keuze maken. Het is veel gemakkelijker om te zeggen, dit is uw fout, dan te zeggen, het is mijn eigen fout. Dus neem verantwoordelijkheid en maak je eigen keuze en je eigen beslissingen. Want dat heeft ertoe geleid dat ik vandaag heb wat ik vandaag heb. En jij kunt hetzelfde doen. Maar jij moet staan voor je eigen keuze en je eigen beslissingen nemen. En nogmaals, laat u niet beperken door andere mensen wat andere mensen denken of zeggen over u. Want jij verdient het niet. Die andere mensen die vandaag zeggen dat jij niet succesvol kunt worden, dat jij geen business kunt starten, dat jij niet meer en beter kunt krijgen in je leven, die mensen gaan je rekeningen niet betalen. Voor alle duidelijkheid, ik wil u met deze video niet beledigen of aanvallen. Maar ik wil u wel vandaag vertellen dat als jij gaat doen wat dat iedereen doet, je altijd zult hebben wat dat iedereen heeft. En in veel gevallen wat ik vandaag tegenkom, door het met duizenden mensen te spreken, is dat heel vaak heel weinig. En ik wil niet dat dat bij u hetzelfde is. Want ik wil dat jij een beter en ander leven leeft. Dat jij meer en meer en meer uit je leven gaat halen. En dat jij een gelukkiger leven tegemoet gaat. En dat jij meer impact kunt maken en meer mensen kunt bedienen. En meer mensen kunt trots maken. Net zoals dat voor mij belangrijk is om een impact te maken op andere mensen in hun leven. Wat is dat voor u? Belangrijk is dat voor u? Maar dat ga je niet doen, nogmaals, dat ga je niet doen door continu te luisteren naar wat iedereen doet en te kijken wat iedereen doet. Dus moraal van het verhaal is, maak je eigen keuzes en sta 100% achter je eigen keuzes, achter je eigen doelen en dromen, je eigen beslissingen en laat die keuzes niet beïnvloeden door de beperkte geloofsovertuigingen van andere mensen, want jij verdient het. Als jij dit een waardevolle video vond, wil ik je vragen om op de like-button te klikken
u te abonneren op dit kanaal om als eerste op de hoogte te blijven van nieuwe video's en nieuwe content die ik wekelijks upload. En als je feedback hebt voor mij, laat het mij gerust weten in de comments en de reacties hieronder. En dat doe ik mijn uiterste best om iets te doen met die reacties en de feedback die ik ontvang. Dankjewel, veel succes, doe er iets mee. Leef je mooiste leven, je leeft maar één keer. Geniet ervan en tot volgende keer.